Klaas Dijkhoff, acht je nog de kans groot dat hij nu naar voren staat bij de VVD? En als zegt... Klaas Dijkhoff is een hele intelligente man. En ik denk dat hij al lang geleden besloten heeft dat de Haagse politiek niet zijn pakje aan is. Ik denk dat hij best allerlei ambities heeft, maar die liggen op ander terrein, schat ik zo. Dus die komt niet bij de VVD zeggen, ik wil het wel gaan doen? Nee, vooral omdat Dijkhoff natuurlijk niet spoort met die rechtervleugel die dan verondersteld wordt. Ik hoop dat het ook allemaal behoorlijk uitgezocht wordt de oorzaak te zijn van deze moordpartij op klaarlichte dag. Ja. Krijg ook internationaal best wel wat aandacht, hè, in de pers? Zeker, ja. De New York Times had ook een itempje. Ja, vind je dat opmerkelijk? Niet zo. Nederland is toch een middelgroot land. Nederland is, staat in de top 20 van economische machten in de wereld. Ik geloof nummer 14 of 15. We zullen blijven zakken op die lijst, maar toch, we staan er vrij goed voor. We hebben een aantal leidende bedrijven in Nederland. We hebben nog steeds een reputatie die, omdat natuurlijk in het buitenland nog niet zo is doorgedrongen dat, dat de Nederlandse spoorwegen al lang niet meer functioneren. Was er nu laatst? Ja, als ik mensen spreek, zeggen ze altijd, ja nee, ik moest omreizen of het was dree helemaal geen trein. Van de week met die storm, Poli. Toen lag er al het verkeer stil, of al het treinverkeer in het in Noord-Holland. Nou ja, ik was in Noord-Holland, want ik was gisteren natuurlijk in Haarlem voor de verjaardag van mijn oudste kleinzoon. Die overigens 2 dagen eerder jarig was, maar hoort daar niet van. En ik was er al in. En ik was de dag daarvoor was ik al in Bakkum geweest. Nou ja, ik moet zeggen, de schade was zichtbaar en omvangrijk, ja, hoor. Ja. En er waren van die weggetjes, een hele reeks van die populieren tegen de grond waren gegaan. Ja, Timmermans. Ja, kijk, die stadsbomen die zijn gewoon vaak slecht geworteld. Ja. Dus ja, dit is natuurlijk zo'n freakstorm, namelijk een zomerstorm van aanzienlijke kracht. Ja, wanneer gebeurt dat? Nou ja, je begrijpt, het was natuurlijk allemaal meteen weer de schuld van de klimaatopwarming. Timmermans zei dat ook. Ja, daar zouden ze toch mee op moeten houden. Bij dit soort van incidenten kun je dat eigenlijk helemaal niet zeggen. Dit had zich ook voor kunnen doen zonder klimaatopwarming. Dat wil zeggen, ik ontken helemaal niet de klimaatopwarming, wacht even. Ik ontken de relatie tussen incidentele friekverschijnselen en de klimaatopwarming.